De beursopening werd vanmorgen verricht door Dennis Schebbink, directeur van sportclub Only Friends, ter gelegenheid van het eenjarig bestaan. Het economisch nieuws verzorgd door de Financiële Telegraaf met een overzicht van de beurs van vandaag en goud blijft in trek. De Amsterdamse effectenbeurs lag er vanmorgen vriendelijk bij. In Griekenland wordt het wat rustiger en de hoop op een spoedig afscheid van de Italiaanse premier Berlusconi zorgt voor een iets lagere rente in dat land. Maar analisten wezen erop dat de omzetten ter beurzen erg klein waren. TomTom behoorde bij de toppers. De fabrikant van navigatiekastjes heeft een overeenkomst gesloten met Opel voor het leveren van semi-ingebouwde kastjes. Maar ook ING lag er prima bij. Aan de andere kant zag Van Lanschot de koers flink inzakken en ook Adecco leverde fors in. Beide bedrijven kwamen met teleurstellende cijfers naar buiten. De AEX noteerde zojuist 1,6% hoger op bijna 305 punten. Japan heeft vanmorgen bekendgemaakt dat het land voor 300 miljoen aan obligaties van het Europese noodfonds EFSF heeft gekocht. Dat is 10% van het totale bedrag dat maandag werd geveild. Bij eerdere veilingen was Japan nog goed voor 20%. Het land maakt zich grote zorgen over de schuldencrisis in Europa. En Europa eist van Griekenland dat de politieke leiders van dat land zich moeten scharen achter de bezuinigingsmaatregelen voor er nieuw geld aan het land wordt overgemaakt. Het gaat om 8 miljard uit het pakket van totaal 110 miljard. Volgens minister De Jager is er nog te veel onduidelijkheid over de politieke wil in Griekenland om zich te willen houden aan de afspraken om nu al geld over te kunnen boeken. En Italië wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden. De Jager stelde dat het nog te vroeg is om te concluderen dat het land voldoende maatregelen neemt. Ik zal het kritisch volgen, zei De Jager, als een bok op de havenkist. Intussen blijft de Italiaanse premier Berlusconi onder vuur liggen. Vandaag wordt in het parlement gestemd over de jaarrekening en daar heeft Berlusconi de vertrouwensstemming aan verbonden. En zijn steun brokkelt steeds verder af, terwijl de rente op staatspapier van het land gisteren is opgelopen naar 6,6%. Van Lanschot heeft een slecht derde kwartaal achter de rug. Onder invloed van de onrust op de financiële markten daalde het resultaat fors, ten opzichte van de eerste twee kwartalen van dit jaar. Concrete cijfers gaf de bank overigens niet. En de bank verwacht dat ook in het vierde kwartaal de huidige moeilijke economische omstandigheden zullen aanhouden. In het handelsbericht staat verder dat de bank in deze omstandigheden solvabiliteit en liquiditeit laat prevaleren boven rendement. En daarom zal de winst onder druk blijven staan. De bank loopt hierop vooruit door kostenbesparingen door te voeren. Positief nieuws uit Duitsland. Daar bleek de export in september te zijn gestegen met bijna een vol procent. En dat viel mee, want economen hadden erop gerekend dat er een daling met 1% uit de bus zou komen. In augustus groeide de uitvoer volgens een nieuwe schatting met 3,2%, terwijl eerder 3,5% was berekend. Het handelsoverschot groeide met 1,5 miljard tot 15,3 miljard euro. En ook hier viel het cijfer mee, want er was een afname tot 12,5 miljard verwacht. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie Air France-KLM heeft in oktober meer passagiers vervoerd. Het aantal kwam uit op 6,76 miljoen en dat is 5,7% meer dan een jaar eerder. Het vrachtvervoer nam echter af en wel met 5,2%. De bezettingsgraad van het passagiersvervoer daalde vorige maand met 0,3% naar 83,9%. En dat kwam doordat de capaciteit van de vloot met ruim 6% groeide. Goudhandelaar Amsterdam Gold heeft in de eerste 10 maanden van het jaar een omzet geboekt van meer dan 100 miljoen euro. Dat heeft Value8 bekendgemaakt. Deze investeringsmaatschappij bezit 51% van de aandelen van Amsterdam Gold. De omzet ligt een stuk hoger dan voorspeld. Er was voor heel 2011 gerekend op een omzet van 70 miljoen. Vooral de grote onzekerheid op de financiële markten bezorgde het bedrijf extra omzet. Maar ook steeg de goudprijs als gevolg van die onrust. Die bedroeg in het derde kwartaal gemiddeld $1620 per troy ounce, tegen $1439 en $1505 in de voorgaande kwartalen. En tot zover het financiële nieuws van vandaag. Meer nieuws leest u op dft.nl en daar vindt u ook een aantal zeer aantrekkelijke beleggingstools waarmee u uw rendement aanzienlijk kunt verhogen.
U kunt de tools gratis uitproberen. Tot morgen.